De heikneuter Maria Hout had op carnavals dinsdag geschot voor de boeg. Door de samba-band Heisa werd prins Ludwig en zijn prinses bij de pelgrim binnengereden. Daarna begon van jong en oud het prijsschieten. Er werd ook nog aan bierpulschuiven gedaan. Boerin Caro en boer Guus traden dinsdag in Ganzendonk in de tamperij in het onechte huwelijk. De bruid werd in de ochtend onder muzikale begeleiding van de Big Band door de bruidegom thuis opgehaald. Hierna took de boeren stand naar de hofsteen van boer Guus, waar koffie en broodjes klaar lagen. Even later stapte het paar op de boerenkar om op weg te gaan naar de tapperij. Hier waren de nodige bezwaren die ingediend werden. Trouwambtenaar Johan Briels zag diverse bezwaren voorbij komen. Het zou echt het laatste huwelijk wel eens kunnen zijn, want tegenwoordig er wordt er veel meer wordt gescheiden eigenlijk dan getrouwd, of niet? Het is toch iedereen gehoord vaker, mevrouw, gehoord vaker dat mensen gaan scheiden dan dat ze gaan trouwen. De kinderen van boerin Caro hadden de vraagtekens. Ja, man. Ik snap wel dat wij dit niet echt leuk vinden. Dat je een boer gaan trouwen en dat is papa alleen, onze heuntjes en mijn broer en mij helemaal alleen. De buurt had echter geen bezwaar, maar de boerin moest daar wel wat voor doen. De buurt van boer Guus had wel dingen op zijn lever en de ZLTO was blij met de nieuwe aanwas. Zijn groep zingers was het niet met boer Guus eens met de keus voor Caro, terwijl hij juist 30 andere vrouwen kon kiezen. En de Nije Prinsengarde wilde Guus overhalen niet te trouwen en de koude kant had er weinig goede woorden voor over. Uiteindelijk kon door het boerenpaar toch het ja-woord worden gegeven aan BH Titus. Ja. Ja.